Hallo mensen, wat doe ik even? Leuk dat jullie kijken in deze video. Deze video gaan we verder met Super Mario en Luigi Superstar Saga. Wow, ik zei het in één keer goed. En het is met Facecam. Voor de mensen denken, waarom doe je Facecam? Ik dacht, Facecam maakt in principe wel wat leuk, omdat het natuurlijk een 8-bit game is. Ik weet niet precies of het een 8-bit game is, maar het is in elk geval een game die een beetje blokkerig is. Dus ik vond het wel leuk om mezelf daar rechtsboven in de hoek te zetten. Of linksboven, ik weet niet waar ik sta, maar ik sta in elk geval in de hoek. Super tof dat jullie denken, de volgende keer zonder Facecam. Dan ga ik de volgende keer zonder Facecam doen, maar deze keer doe ik in elk geval met Facecam. Maar ga lekker beginnen met deze commentaar. Ik hoop dat jullie leuk vinden. Ik heb natuurlijk wel leuk vinden. En dan gaan we beginnen. Het eerste wat ik ga doen is even lopen. En mijn Mieke iets aan de kant zetten, want dan is het ook weer zo kut. Ja, ik weet eigenlijk niet meer waar we heen moeten. We waren hier, we kwamen hier. En ik denk dat we deze kant op moeten. Oh nee, die kant kunnen we niet op. Dan zouden we deze kant op moeten. Ik zie vanzelf waar we naartoe moeten. Wat is dit? Oh, dat is een save hole. Dat hoeven we niet te doen. Save en continue. Nou, we konden natuurlijk niet save, want we save op een andere manier in verband met de emmerleden. Wat is dat? Dat is een Koopa. Nee, hij heeft het niet gehaald. De Koopa Cruiser. We haven't finished paying it off. Oké. Okay. Ik vind het goed hoor. Bowser kwam klaar in mijn mond. En ik had nog zijn hand in zijn broek gedaan. In zijn broek. Oké, ik weet niet wat hier aan de hand is. Maar dit is ook van hier helemaal goed aan het gaan. Ik ga maar even het kasteel binnen. En ik zie daar twee Koopa Troopa's. En daarachter zie ik de oude vertrouwde Super Mario voor de NES. Well, well. Talk about a nice surprise. Check it out, bro. It looks like the famous Mario Bros have arrived. Man, that really brings back the memories, doesn't it? Good times, good times. So what up, brother? Are you two heading off a journey together? Oh, so you probably want to use... Oké, het zal allemaal wel. Ze zitten allemaal te vertellen over hun seksverhalen met Bowser. Dat is natuurlijk allemaal leuk om te weten. Maar daarvoor moet je toch echt even naar een andere website gaan. Er zijn trouwens wel websites voor waar je dat allemaal kan lezen. Niet dat ik dat weet, maar dat zou waarschijnlijk wel kunnen. Want to do the border jump? Ja, tuurlijk. Laten we het doen. Ik weet niet wat we moeten doen, maar waarschijnlijk moeten we touw springen. Oh, we moeten touw springen. Oh, kut zo. Je moet weg touw springen. Oh, dat kan ik wel. Ja, dat kan ik wel. Dat kan ik wel. Kan het wel. Ik kan het wel. Mijn moeder zei ook een tijd dat ik het niet kan, maar ik kan het wel. Oké, ik kan het vast wel. Ja, what the fuck. Kom op. We can do this. Ik ga gewoon even klikken. Oké, you guys want to try again? Yes, tuurlijk wil ik dat. Ik bedoel, ik hou van een paar keer achter elkaar iets lekkers doen. Kom op. We can do this. Verdorie. Waarom lukt het nou niet? Oké, maak me dat dood. Ik heb al geen zin meer. Game over. You guys want to try it again? Nee. Voor mijn lang zal ze leven niet. Ik heb al wat beter te doen aan touw springen in een virtuele game. Ik heb ook een sociaal leven hoor. You'll have to try again. Moet ik het nou serieus nog een keer doen? Oh, we moeten het dus helemaal halen. Willen we verder komen? Oké. Dat is kut. Dat is echt goed kut. Want to do the border jump? Yes, of course I want. Oké, dan moeten we het nog een keer doen. Het is echt heel erg vervelend om... Ja. Ja, fuck jou. Oneerlijke start. Oneerlijke start. Dat vond ik gewoon oneerlijke start. Fuck dat. Ja. Kom op. Ja. Kom op. Dat is flauw! Dat is flauw! Je bent me aan het naaien. Je bent me gewoon keihard aan het naaien. Dat is wat je aan het doen bent. Weet je hoe ik het moet doen? Ik moet het anders doen. Ik moet de toetsen verder uit elkaar hebben. Anders raak ik in de war. Dus ik moet naar joypad, configure, one. En dan moet ik zeg maar, als dan... What the fuck is happening? Oké. Ik weet niet wat er aan de hand was, maar dat ging niet helemaal goed. Nog een keer. Ja. Kom op. Ah, fuck! Kom op. Ik moet gewoon een beetje geluk hebben met wat ik doe. Kom op, ik can do this. Ja. Ja, naaien, naaien! Man, very cool. Oh yes, we hebben het gehaald. Man, very cool. There was some incredible jumping. We hebben ongelooflijk goed gesprongen. Ja, ik bedoel, dat raak je aan gewend. Oké, nou, als je hebt het gehaald, dat betekent dat we waarschijnlijk nu door de poort kunnen en tegen Bowser kunnen gevechten of iets in die trant. Ik weet het niet precies. Just beyond here, I've been in the kingdom. You be extra careful when traveling there. Oké, we moeten dus extra voorzichtig zijn wanneer we daar aan het reizen zijn. Ik heb een pakje condooms bij me, dus het moet goed komen. We gaan maar gewoon hier naartoe en zien wat ons te wachten staat. Hold up, bros. Wacht even, broeders. Signs worth being on. Oké, dit zijn allemaal van die stomme shit waar we ons waarschijnlijk... Ik wou het net zeggen, ze gaan ons waarschijnlijk een map geven. Oké, dat is mooi. Dan kunnen we die map gebruiken om te zien waar we zijn. En dan gaan we nu weer even verder. Ik zie daar een mooie Bowser. Laten we daar maar even naar binnen gaan. Ik weet niet waar we uitkomen, dat zien we vanzelf wel.
klinkt goed. Ik weet niet waar we zijn, maar het zal wel. Gaan we nu terug? Oh, we gaan terug. Dat is niet de bedoeling. We moeten de buis in en we moeten naar een nieuw gedeelte. Daar kan ik van genieten, hè. Die kleine dingetjes in Mario. Stardust Field. Maar dat is één gaan we naartoe kunnen. Oké, dan moet dit goed zijn. Dan moeten we waarschijnlijk wel hierin. En ondertussen neem ik even een slokje van mijn energy. Dat moet ook gebeuren, inderdaad. En we gaan hier naartoe. Waarom komen we nou weer hieruit? You wanted to try the infamous border jump too? Oh nee, moeten we nou weer zo'n fucking challenge doen? Ik haat die challenge. Ik vind dat border jump, dat springtouw echt in één flikker aan. Ik kan helemaal niet springen. Dat komt omdat die emulator toetsen hartstikke ingewikkeld zijn. Maar oké. Okay. Ja, naaien. Naaien. Naaien, gewoon naaien. Jongen, jullie flashen me. Ja, what the fuck? Ze flashen me! Ja, jullie flashen me! Oh, kut. Game over. Ja, wat verwacht je als je zo doet? Jongen, 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 jongen. Dit is dan niet leuk meer. Jullie zitten maar gewoon keihard te naaien. Oké, dat lijkt er meer op. Dat wist ik. Fuck jou! Hoe kan ik het halen als je me telkens loopt te flashen? Dat is toch onmogelijk? Dan moet je gewoon normaal touwtje springen. Gewoon zo niet. Kom op, jongen. Tuurlijk wil ik het opnieuw doen. Ik doe het net zo vaak tot ik klaar ben. Ja, dat is zonde. Kom op. Oh, wacht. Hij doet telkens hetzelfde. Dat wist ik. Kut, sorry. Kijk, er is een maniertje voor, want ze doen telkens hetzelfde, dus dan moet het lukken. En toch doe ik het weer verkeerd, hè? Ongelooflijk. God voor de god gloeiende! Oké, als eerste weet ik dat hij naar Luigi gaat. Nu gaat hij flashen. Ja. Oké, Luigi, kom op. Waarom werk je nou niet mee, Luigi? Kom op. Hebben we het gehad? Oh yeah, baby, we hebben het gehaald met 1 leven bij Luigi en 3 leven bij Mario. Dat komt natuurlijk omdat Mario dik is en dan veel makkelijker kan springen. Eigenlijk is het andersom, maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Talk to the hand, we hebben het gehaald. Hartstikke mooi. En we zijn klaar gekomen. Het is mooi, het is gelukt. Als jullie dan denken, je op de volgende keer zonder facecam, kan ik ook zonder facecam doen. Ik vind persoonlijk zonder facecam wat fijn. Dat kost wat minder tijd om het te bewerken. Maar als jullie denken, je op met facecam is leuker, dan wil ik het best met facecam doen. Want ik heb het best wel voor jullie over. Ik bedoel, jullie zijn maar kleine mannetjes en ik heb dat allemaal voor jullie over. You've cleared the level 2. Dat was some great jumping. Dat was een goed gespring. How about a penny reward to come in? Oké, we krijgen een cadeautje. Waarschijnlijk is het een dildo in de doos. Tenminste, dat zou ik wel zo aardig vinden. Oh, we hebben 2 van die punten. Die we waarschijnlijk kunnen opmaken aan onze levels. Dat is chill. Luigi zouden we heel erg sterk maken. En Mario zouden we... Of andersom. In ieder geval, 1 van de 2 zouden we heel veel leven laten krijgen. En 1 van de 2, die zouden we heel veel iets anders kunnen laten krijgen. Iets van uithoudingsvermogen. Zodat hij langer met Bowser kan. Je weet het. We gaan gewoon lekker door. Lekker door. En we gaan kijken wat we nu moeten doen. Ik hoop niet dat we weer moeten touwspelen. Want ik vind het geen flikker meer aan. We moeten weer naar Stardust Fields. Ik snap het niet. We moeten de hele tijd bij Stardust Fields blijven. En als we daar blijven en we gaan daar naartoe. Komen er weer 2 van die gastjes die ons laten touwtjes springen. Niet weer. Waarom moet ik het nou weer doen? Het is weer dezelfde. Why? Oh, dit is niet hetzelfde. Oh, dan moet je tegelijk. Huh? Oh, ik zat op het verkeerde knopje te drukken. Dat verklaart heel erg veel. Ik vind dit nu al geen ene flikker meer aan, weet je dat? Ze verneuken deze game met dit. Ja, hoe de fuck wil ik dat doen?
jij nou als ik helemaal zo doe, als ik bij jou helemaal zo ga doen, kun jij dan ook springen? Nee, tuurlijk kan je dat niet, maar nee, ik moet het wel kunnen, want natuurlijk dachten de makers van het spel, mamma mia, laten we hun helemaal gek maken, tuurlijk. Doe dat, weet je, doe dat. Ja, tuurlijk wil ik het opnieuw doen, ik heb hem wel door. Kom op. Ja, hoe moet je dat doen dan? Dat is echt zo onmogelijk gewoon om dat te kunnen. Ik bedoel, waarom moet het in een Mario game? Ik bedoel, het heet toch niet Super Mario touwtje springen? Het heet toch Super Mario Saga Star? Ik weet niet wat Saga Star betekent, maar dat is dat stafje. Maar afgezien van dat, waarom doen jullie mij van die kut challenges aan? Ik wil die challenges niet doen, maar als je ze overslaat, dan kan het niet meer. Ja, oké, nu ik die level kwijt ben... Ja... Shit. Wat gebeurt er? Ja, dat is gewoon oneerlijk. Bijna! We waren er bijna! Maar omdat ik zo dom was om op mijn home knopje te drukken, ging het verkeerd. Maar anders hadden we hem duidelijk gehaald. Kom op. Ja. Kom op. Waarom verwacht hij niet? Ik verwacht hij gewoon. Ik vind het niet meer leuk. Ik wil opnieuw. Ik wil niet opnieuw bedoel ik. Ik wil opnieuw met het spel beginnen. Gewoon. Kut. Nou oké, laat me nu maar doodgaan. Maar dit wordt hem al niet meer. We doen het even opnieuw. Red Bull geeft je vleugels, terwijl dit bullet is. Maar dat maakt hem niet uit. We gaan ervoor. Zou ik best wel heel erg neigend zijn als ik zou zeggen Red Bull geeft je vleugels. En ik zou het halen. Dan zouden jullie waarschijnlijk allemaal denken dat ik reclame maak voor Red Bull. Laten we dat maar niet doen. Dus nu moet ik eigenlijk verliezen. Anders zou het heel kut zijn als ik het nu haal. Dan zouden jullie echt denken, oh Job. Ja, kut. Dan zouden jullie allemaal denken, oh Job, je maakt reclame voor Red Bull. Dan zouden jullie allemaal denken van, oh, je hebt het fucking sneu, Job. Want je maakt reclame voor Red Bull. Oké, fuck dat. Kut. Kom op. Fuck it. Nog een keertje. Net zo vaak totdat we het uiteindelijk halen. Fuck, touwtje springen. Ja. Kom op. Hoe de fuck kan je dat nou halen? Dat is onmogelijk. Ik ging op... Hallo? 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 Oké, de mic doet het nog. Godzijdank. Oké. Take 2. Mijn hand doet zeer. Afgezien van dat. Gaat het ons lukken? Kom op. Kom op. Die is moeilijk. Ja. Kut. What the freaking fuck verwacht je van me? Kutspel. Fucking kutspel. Het is echt het eerste Mario spel waar ik gewoon een scheidhekel aan heb. Oké, mensen, kom op. We moeten dit halen. Er is heus wel een mogelijkheid. Dan zul je net zien dat dit gewoon een level is dat je eigenlijk niet helemaal hoeft te halen. Maar dat ik dat gewoon doe, omdat het dan... Want ik denk dat je hem wel moet halen. Fuck dat. Welke komt er nu ook alweer?
deze. Waarom? Dan moet je tik, 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 tik doen of zo. Dan moet het dan dat de tik, tik, tik. Fuck het spel. Boom. Boom, boom. Oh, fuck. Die vergat ik even. Shit. Shit. Fuck dit spel. Nog een keertje. Vang. 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 Bang. Vang, vang. Oh, fuck, vang. Fucking kutspel dit. Hup. Hup. Kut. Hup. En hup. 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 Man, serieus, dat laatste sprongetje haalde ik dus de hele tijd niet. Finally, we hebben het eindelijk gehaald. Dit duurde echt eeuwen. Dit had ook nog wel eeuwen kunnen duren als het aan mij lag. Teringspel. Ik vind echt dat dit echt een blunder is van Nintendo. Kom op, dit hadden ze anders kunnen doen. Touwtjes springen, jongens. Jongen, 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 jongen. Hoeveel bonen krijgen we? 3. Nou ja, zo goed met je. Mensen, we gaan de volgende keer verder. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken voor deze video. Voor het leuk vandaag. Groen aan met Dulles. Vind je het ook hartstikke. En dan zie ik jullie de volgende keer bij meer Super Mario Star Sega. En ja, natuurlijk even groen aan met laten in de reacties achter wat jullie van deze video vonden. Ik heb echt geen reetje om. Dat maakt helemaal niet uit. Mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later.